Het is dit jaar 223 jaar geleden dat de slavin Missiseri wreed werd vermoord op plantage Sinabo in het district Kommewijnen. Seri werd later de heldin die gezorgd heeft dat de toenmalige koloniale overheid een onderzoek instelde naar de misstanden op de plantage, waardoor de wreedheden van de plantagedirecteur werden blootgelegd. De Federatie voor Afrikaanse Ranamang herdenkt morgen voor de 9e keer dit tragisch gebeuren. Federatievoorzitter Iwan Wijngaarde omschrijft de herdenking als tonen van karakter. Een eigenschap die Missie en haar zoon ook hebben getoond toen ze onder zware druk kwamen te staan om te liegen. Want ze is doodgeschoten, onthoofd, omdat ze geen leugen willen vertellen. Ze willen het gezicht van de directeur Pouzet wilde zij niet beschermen. En dat heeft gemaakt dat het leven gekost heeft. En ze is mishandeld eerst en dan doodgeschoten. En de zoon die heeft het hoofd meegenomen en het hoofd gebracht naar Paramaribo. Je moet je voorstellen, het is de Oost-West-verbinding, het ligt aan de Kamatuane Creek. En ze moesten via de boot naar Paramaribo. En de zoon met een andere slaaf heeft het hoofd gebracht naar de autoriteiten. En die hebben een onderzoek ingesteld. En het bleek inderdaad dat deze Pouzet door mishandeling en ondervoeding aan de mensen zijn. 28 mensen hebben het leven gelaten op de plantage Sinabo. En dat is natuurlijk geweldig, want toen zijn er duidelijk veranderingen gekomen. Want het is bekendgemaakt, die goede man is na 6 maanden ook overleden. Voordat hij berecht is, is hij overleden. En wij herdenken dit omdat we zien dat het moraal wegzakt. En daarom pakken we dit aan. Niet om het vrede manier hoe ze vermoord is, maar duidelijk karakter. En de zoon heeft ook een karakter. We hebben toen een monumentje opgezet in 2008 op plantage Sinabo. En we hebben het vernoemd naar zoon en moeder. Het is Missiseri Zondagplein. Behalve een eerbetoon aan het Missiseri Zondagplein zal op de voormalige plantage ook een boswandeling worden georganiseerd naar de ruïnes van de oude fabriek, zegt Wijngaarde. Deze is niet zo lang geleden ontdekt in het bos van Sinabo. We creëren een boswandeling naar de fabriek. Dat zit zo'n beetje tussen de Midrinetti Creek en de Kamatuane Creek. Dus als je loopt naar het bos, dan zie je die twee kreken en daar is de fabriek. Alles ging te water toen en daarom gebruikte men die kreken om het suikerriet te vervoeren van de diverse locaties naar de fabriek. En het was het toen een moderne fabriek toen, voor 274 jaar geleden. En werkte een beetje op stoom ook nog. Dus dat zal zondag gebeuren. Hoe ziet het programma eruit? Het programma is dat we om 9:30 vertrekken uit bij GoTo aan de Van het Hogerhuisstraat. En gaan via de Bosjebrug, de Oost-West-verbinding op kilometer 33, is Sinabo. En daar beginnen we zo rond 11 uur met speeches van de overheid, jeugdparlement is ook uitgenodigd en culturele groepen. En dan gaan we daar ook op zijn cultureels Susa en Banya dansen. Dat gebeurt altijd bij dit soort zaken. Dat was Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. We spraken hem in verband met de herdenking van de moord op Missiseri van Sinabo. In het ATV Actualiteitenprogramma In Gesprek Met van komende woensdag krijgt u het volledige interview en de herdenking te Sinabo te zien.